U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we goed de laaghangende bewolkingen en nevelvelden op de wadden liggen. De bewolking boven de rest van het land is voornamelijk sluierbewolking. Soms wel dik, zodat er opklaringen niet veel meer van overblijft. Die opklaringen hebben we vanavond zeker. Vannacht in het Waddengebied kans op mist. In de rest van het land hebben we opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Het wordt 8 tot 11 graden als minimumtemperatuur en er staat niet veel wind. Ook morgen overdag niet zo heel veel wind. Wisselend bewolkt beeld met zeker in de ochtenduren geregeld zon. In de middag zou er een enkele bui kunnen vallen. De kans erop is niet heel groot. Het is erg zacht, 20 of 21 graden wordt het alleen op de wadden blijft het kwik wat achter. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur iets omlaag. In het weekeinde is het 17 graden. En verder wordt het wisselvallig met vrijdag een paar buien, mogelijk zelfs een klap onweer. Zaterdag overdag is het een groot deel van de dag droog, en zondag regent het weer wat langer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.